Ik heb Hilde leren kennen toen ze in het parlement verkozen werd, ik denk in 2004. En dat was al de tijd van de grote verandering, omdat na 5 jaar paars op Vlaams vlak er opnieuw gewerkt ging worden zoals het hoorde. En op een relatief onverwachte manier is Hilde vrijwillig doorgestoten naar de politieke top en is ze in de loop van die legislatuur 2004-2009 reeds minister geworden. Ze engageert zich, het moet duidelijk zijn, maar je weet dat voor haar een woord te woord is. En ik denk dat dat iets essentieel is in haar politiek wonen, in haar politiek leven, in haar politiek werken en hoe ze omgaat met mensen.